In de haven van Vlissingen arriveerden met de Britse torpedobootjager Opportune en het Franse fregat La Surprise 140 Engelsen, Schotten en Fransen. Allen oud-leden van de commandogroep nummer 4 die in november 1944 bij Vlissingen landde om de Duitsers van Walcheren te verdrijven. Zij zijn nu gekomen om tegenwoordig te zijn bij de officiële onthulling van een monument voor hun gesneuvelde kameraden. De oud-strijders stonden destijds onder leiding van de brigadegeneraal Lester, die ook nu aanwezig was. De onthulling van het standbeeld, dat door de beeldhouwer Titus Lezer werd vervaardigd, geschiedde door onze minister van Defensie, ingenieur Staff. Het beeld is opgericht op de plaats waar de commando's in 1944 aan land gingen. Terwijl de Last Post werd geblazen, zullen de gedachten van de overlevenden ongetwijfeld vertoefd hebben bij hun makkers die in de heldhaftige strijd om de bevrijding van Walcheren het leven verloren. Na de Last Post legde onder andere generaal Lester een krans bij het beeld dat een commandosoldaat voorstelt. Een van de velen aan wie ons land de bevrijding dankt.